Hi iedereen, welkom terug bij mijn YouTube kanaal. Ik ben Destiny van Aarde en ik ga vandaag een Q&A doen. Wie is je beste vriendin? Mijn beste vriendin is Sarai Falk. En we zijn al 7 jaar lang beste vriendinnen. En het is eigenlijk heel grappig, want eerst mochten we elkaar echt helemaal niet. En toen plotseling waren we gewoon opeens beste vriendinnen. Dus ja. Ja. Hoeveel kinderen wil je? Ik wil 2 kinderen. Een jongen en een meisje. Heb je een oogje op iemand? Ja, ik heb een oogje op iemand. Maar niet dat ik ben van, wow, ik wil je echt hebben of zo. 4. Heb je een vriend? Nee, ik heb geen vriend. En ik zoek nu ook op dit moment nog geen vriend. Hoe is je love life? Nu? Geen love life op dit moment. Ja. Ben je een leeuw? Ja, ik ben een leeuw van sterrenbeeld. Ik ben 2 augustus jarig. Mis je Suriname? Ja, en ik heb heel veel last van heimwee. En ik zou nu ook wel terug naar Suriname willen, maar ik ben hier met een doel. Dus zo moet het nu even. Je favoriete film? Mijn favoriete film. Ik denk Maleficent. Ja, Maleficent. Naar wie kijk je het meest op? Ik kijk het meest op naar mijn moeder en mijn vader. Naar waar zou je het liefst op vakantie willen? Ik zou het liefst op vakantie naar New York, denk ik. New York of... Ja, naar New York zou ik het liefst willen. Wat is je tweede naam? Mijn tweede naam is Shireen. Ja, Destiny Shireen van Aarde. Hoe lang dans je al? Ik dans sinds ik 7 ben. Tot nu toe. Mijn moeder vertelde me een keer dat ik vroeger echt niet kon dansen. Ze hadden echt de hoop opgegeven bij mij met dansen. En nu dans ik gewoon. Okay, anyway. Hoe vind je Nederland? Ik vind het leuk, maar ik vind het ook niet leuk. Want ik vind Nederland... Het is moeilijk om, zeg maar, af te spreken met iedereen. Of ja, het is, je moet zoveel van tevoren plannen voor iets. En dat ben ik gewoon niet gewend om te doen. En op alles moet je letten hier. Je moet voor alles betalen. Het is echt... Ik denk dat ik het toch niet zo leuk vind als dat ik gedacht had. Wat ging in je om toen je hoorde dat je door de audities heen was? Nou, ik... Eerst dacht ik van... Dus tijdens de audities, toen we moesten dansen en zo, was ik zeg maar een beetje bang, omdat er zoveel mensen waren die zo goed waren. En ik dacht van, straks vinden ze mij niet goed genoeg of zo. Maar ik ging gewoon door. Toen ging ze langs alle kinderen gewoon 1 voor 1 gewoon zeggen, oké, jij bent door, jij bent niet door, jij bent door, jij bent niet door. En zeg maar, Sarai was 2 mensen voor mij. Dus ze was alsof bij Sarai van, ja, Sarai is door. En dan die 2 mensen daarna waren niet door. Dus ik was echt van, oh mijn god, wat als ik ook niet door ben? En toen was het alsof van, Destiny is door. En toen, maar er waren nog mensen na mij. Dus het was niet dat ik echt kon gaan gillen van blijdschap of zo. Dus Sarai en ik keken elkaar zo aan in die spiegel van, we zijn door. En daarna, ik weet niet, we hebben toen ze klaar was met iedereen zeggen als ze door waren of niet, zijn we gerend naar elkaar en hebben we elkaar zo lang gehad. Hoe is het om 16 en uit huis te zijn? Moeilijk. Het is echt moeilijk. Ik ben nog steeds zeg maar op een leeftijd waar ik fouten kan maken. Of waar ik zeg maar mijn ouders wel echt nodig heb. Maar ja, ik weet het niet. Hoe is het om al je vrienden te laten en nieuwe te maken? Ik ben best wel sociaal, dus ik maak best wel snel vrienden. Natuurlijk mis ik al mijn vrienden wel,
in Suriname. Maar iedereen gaat verder met zijn leven. En ik ga ze terugzien wanneer ik... Wat? Ik ga ze weer zien wanneer ik terug ga naar Suriname. En het is gewoon even zo. En wat motiveerde je? Het meest dat ik al die dansers op YouTube zag. Ik heb heel veel gekeken naar dance video's op YouTube. En ook gewoon concerts, die background dancers. En het leek me ook gewoon heel leuk om daar te zijn, zeg maar. Of om filmpjes te gooien op YouTube of zo. Ik heb meegedaan in een film, Sing Song. En daar hebben we, zeg maar... Nee, toen we daar klaar waren met filmen, toen dacht ik van oké, dit wil ik wel echt doen. Want ik vind het wel leuk om bijvoorbeeld op set te staan. Of om te dansen. Of voor de camera en zo. Of voor het publiek. En ik hou altijd van optreden. En feestjes begin ik ook altijd als eerst met dansen. Dus ja, dat eigenlijk. Gewoon naar YouTube kijken, al die mensen. Gewoon nadoen. En gewoon voor mijn eigen ding gaan. Wat is je grootste droom? Ik denk dat mijn grootste droom toch wel is om bij Beyoncé te dansen. Waarom heb je voor Lucia gekozen? Ik heb voor Lucia gekozen omdat, zeg maar... Lucia is een bekende school in Nederland. En er zijn best veel mensen die op Lucia gezeten hebben die bij bekende mensen dansen. Of die gewoon bekende Nederlanders geworden zijn. Of die heel succesvol geworden zijn. En ik heb ook gewoon familie die op Lucia gezeten heeft. En die me zeiden van ja, het is super leuk op die school. Zij wel streng, maar je bent wel goed als je naar Lucia gaat. Dus dat is zeg maar de reden waarom ik voor Lucia gekozen heb. Wie betekent het meest voor je? Het meest is mijn zusje. Maar... Mijn moeder, mijn vader en mijn zusje natuurlijk. Wat zijn je hobby's naast dansen? Mijn hobby's naast dansen zijn acteren en gewoon met vrienden zijn. En gewoon luieren in bed. Ja. Wat voor muziek luister je? Ik luister eigenlijk alles. Waarom ben je naar Nederland gekomen? Ik ben naar Nederland gekomen speciaal voor de dansopleiding. Ja, hoe vind je het om hier te wonen? Sowieso anders dan ik gedacht had. Vroeger, als mensen me zeiden, ja, Nederland is echt niet leuk om te wonen. Het is gewoon leuk om voor vakantie. Was ik altijd van, nee, ik ga het super leuk vinden als ik daar ga wonen. En nu ben ik echt van, oké, het is toch leuker vakantie. Liever, ja, ik weet niet, het is toch niet zo leuk om te wonen hier. Wat is je doel met dansen? Wow, mijn doel met dansen, ja gewoon, ik wil echt de wereld rondreizen en alles. Dus ik hoop ook echt dat dat gaat gebeuren. Dus ik ga daar naartoe werken. En ja, dat waren alle vragen die ik gekregen heb. Bedankt om alle vragen te stellen. En ik hoop dat jullie nu een beter beeld over me hebben, over wie ik ben en wat ik eigenlijk doe. En... Ja, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.